Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Nisha Suka. Zij is van de organisatie Young Engineers. Dat klinkt natuurlijk al heel spannend, want het heeft al met kinderen te maken en dan is het altijd goed. Zij heeft de franchise van Young Engineers, de internationale franchise voor Suriname, in handen. En dat wil zeggen dat zij gerechtigd is om met kinderen het stemprogramma uit te voeren. En wat dat inhoudt, daarover gaan we vandaag met haar praten in Q-Time. What we need is a little Q-Time. Goeiedag Nisha, welkom in Q-Time. Dag Odette, thank you dat ik aanwezig mag zijn. Ja, natuurlijk, want je praat over kinderen en dan is het altijd goed. Gedeelde passie. Maar laten we eerst even kennis maken met jou. Vertel eens wat meer over jezelf. Yes, nogmaals, ik heet Nisha Suka. Ik heb een MBA-studie gedaan op het FHR-instituut. Ik ben in 2016 afgestudeerd. En een hele mooie mijlpaal voor mij was dus dat ik in 2017 het scriptieprijs heb gewonnen. Dat was voor mij echt een mijlpaal en ik had het niet verwacht. Dus ja, ik ben 32 jaar oud. Ik ben getrouwd met Dirit Gangarampande. Samen hebben we een dochtertje van 3 jaar. En ja, nu pas begrijp ik wanneer mensen zeggen, geniet nu ervan, hoor, want het gaat echt snel. Maar het gaat echt snel. Ze is al 3 jaar. Ja, zij is ons hart en ziel. Gestolen eigenlijk, hè? Ja. Okay. Maar waar ging je studie over? Business management. Daar ging het dus over. Ik heb financial growth in principe. Ik heb dus ook een job. En sinds kort doe ik dat dus op freelance basis. Waarbij ik op het gebied van business development bezig ben. Ja. Leuke vraagstukken en samen met bepaalde bedrijven werken. Ja, dus dat is mijn job natuurlijk. Ik moet een job hebben om maandelijks mijn lasten te kunnen voldoen. En eigenlijk mijn vocation, is wat ik noem mijn calling, is echt edutainment. Is wat ik noem entertainment, education en entertainment. En dat samenvormt edutainment. Ja, en hoe ben je op het Young Engineers programma gekomen? Ja, dus precies wat ik zei, dat is mijn calling. En ik ben echt op zoek geweest naar iets leuks om te doen op het gebied van education. Maar het moet ook tegelijkertijd fun zijn. En heel veel onderzoek gedaan en een beetje gekeken naar wat in het buitenland voorkwam. En zo ben ik toch bij Young Engineers beland. En ik vond in hun hele... zeg maar, hun visie wordt ook edutainment genoemd. En toen ik het las, dacht ik, oké, precies dat is waarnaar ik zoek. Ja, maar wat zijn Young Engineers eigenlijk? Young Engineers is een educatief bedrijf. En ze houden zich bezig met het ontwikkelen van programma's. En programma's dat zijn gefocust op STEM. STEM houdt in Science, Technology, Engineering en Math. In principe deze concepten samen toegevoegd en hun focus is dus spelenderwijs leren. Het klinkt simpel, maar het is heel actief en het is heel het is echt powerful. Het is een powerful methode om kinderen te leren en te boeien ook om te leren. En bij Young Engineers doen wij dus aan verschillende programma's waarbij we met Lego blokken, zijn Lego Technic blokken, een leuk model bouwen en een theorie, een mechanical theorie of een technological theorie erachter leren. Okay. En dat hebben we hebben, dacht ik, meer dan 100 modellen en meer in de ontwikkeling zelf. Okay. Ik neem aan dat die Lego techniek waar jij nu over praat, dat één onderdeel is van het pakket wat je van Young Engineers zou kunnen uitvoeren. Yes. Ja. Dus we hebben verschillende programma's. Ja. Eentje heet, onze bekende is de Bricks Challenge. Mm-hmm. Is waarbij we dan een programma hebben waarbij we iedere week 1 nieuw model bouwen. En we leren daarachter over gear transmission, of een belt transmission, of een speed increasing transmission. En dan het vervolg daarvan heet Galileo techniek. Dat gaat veel dieper in op, zeg maar, het bouwen. En een ander programma dat heet Algoplay, daar leren we kinderen op een hele, hele basis manier te coderen. Ja. En dan leren ze ook over hoe coderen werkt. Ja.
is echt heel mooi om te zien. Jeetje, oké, ik ben nu al lost. Maar goed, die kinderen weten natuurlijk veel meer als wij. En ze passen informatie veel sneller. Maar het gaat dus echt over een science en techniek. Hè? Als je dus praat over de Lego-modellen die jullie als een van de methodes gebruiken om de kinderen stem aan te leren. Komen er ook mechanics bij? Dus ook bewegende onderdelen? Yes, bewegende onderdelen. Dat maakt het ook heel, heel interessant. Spannend, voor Yes, heel spannend. Dus bewegende onderdelen. Een voorbeeld. We hebben geleerd over Leonardo da Vinci. We hebben geleerd dus dat hij vogels is gaan bestuderen. En het eerste ontwerp eigenlijk heeft gemaakt richting een vliegtuig. Dus hij is vogels gaan bestuderen en kijken hoe de vleugels werken. En we hebben daar in ons model, een Lego model, waar we noemen die de Flying Man. Yeah. En dan bouwen de kinderen zo'n model en het beweegt echt op en neer. En dan leren we ook 1, de mechanics erachter, hoe iets draait in een cirkel en ervoor zorgt dat het op en neer kan gaan. En we hebben over Leonardo da Vinci geleerd. Dat hij gewoon vogels aan het bestuderen was. En het Lego-element is natuurlijk dat een entertainment. Juist, is dat entertainment gedeelte. Ja. Okay. Kinderen onthouden veel sneller wanneer we leren. Maar ook wanneer ze zien en doen, hè? Dan Maar wat is de leeftijdsgroep van de kinderen waar jij met Young Engineers mee bezig bent? De programma's, ze verschillen zo'n beetje, maar het is overigens vanaf 6 jaar tot en met 11 jaar. Ja, oké, dus een beetje lagere school. Nu op dit moment is het vanaf 6 jaar tot 11 jaar. Mm-hmm. Young Engineers is bezig met een ander programma voor iets oudere kinderen, zeg maar tot en met 15 tot 16 jaar. Ja, oké. Heel erg interessant. Jij bent dus actief met het programma in Suriname bezig. Hoe lang geleden zijn jullie begonnen ermee? En hoe kom je in aanmerking om mee te doen? Want ik neem aan dat het niet voor iedereen is weggelegd. Nee, we zijn begonnen vorig jaar in augustus. We zijn in principe hadden we gepland om het veel eerder mee te starten. Maar vanwege COVID moesten we heel veel uitstellen. Uiteindelijk begonnen in augustus 2021 met een kleinere groep van, dacht ik, ongeveer 20 kinderen. En we hebben gezien dat het heel interessant is geweest. De kinderen vonden het leuk en we zijn zo gaan uitbreiden. Nu hebben we dus onze eigen classroom ook in het Lalaroek gebouw. En ja, om deel te nemen we hebben twee delen in principe, twee onderdelen. We hebben semesterclasses, dat is een programma, een reeks van 8 weken, dat we dan een nieuw model iedere week bouwen en leren daarover. We hebben ook workshops, maandelijks hebben we 2 tot 4 workshops, dat is een eendaagse workshop, voor degene die niet iedere maand zou kunnen, iedere week zou mee kunnen doen. En voor nu overwegend maken we gebruik van social media platform om onszelf bekend te maken. Ja. En regies inschrijven is heel simpel via onze website. Ja. We hebben een website. Oké. Ja. Website en social media platformen. Social media platformen. Dus jullie hebben 2 mogelijkheden. Semester trajecten, dat is dus 8 weken, 1 keer per week. En workshops, dat is 1 keer. Maar die workshops, worden ze incidenteel gegeven? Of heb je ook een vaste dag in de week waarmee je met de workshops bezig bent? We hebben 2 vaste dagen. We geven dat op de zaterdag en de zondag. Ja. En sinds kort hebben wij dus een programma opgesteld waarbij we dan iedere maand dat zo structureel in. Oké, dus elke zaterdag en zondag zijn dus de workshopdagen. Yes. Oké, heel erg interessant. Met wat voor model zijn jullie nu bezig in jullie semesterprogramma? We zijn nu in principe aan het afronden van onze 4e fase. We bereiden voor onze 5e fase. Dus we bouwen nu, een electric screwdriver. Ja. We gaan eentje bouwen uit Lego en we hebben daarnaast ook een echte in de classroom waarbij de kinderen kunnen uittesten. En we hebben lang terug 2 workshops achter de rug. Is een pump jack. Het is een ja-knikker. Ja. Wat er is bij staatsolie. Is een machine dat echt zo op en neer gaat. En een railcar hebben we gebouwd. Een railcar dat echt op een rail staat. En wanneer je hem aanmaakt, dan rijd je naar voren en naar achter. Wauw, oké, geweldig. Maar wel vreselijk interessant. Very nice. Het is heel Nice, Nisha. Ik hoop dat
Kijk, er zit een prijskaartje natuurlijk aan verbonden, maar ik hoop dat inderdaad alle Surinaamse kinderen gelegenheid krijgen om een keertje hiermee kennis te maken. Want ik denk dat het zoveel inzicht geeft en zoveel motivatie in het ontwikkelen van inzicht in een hele andere branche die eigenlijk in Suriname onderbelicht is voor kinderen, hè? De richting van techniek en science. En precies, dat is in principe wat ik zei. Mijn calling is inderdaad daarvoor geweest. Ja. En ik zag inderdaad dat in. En is waar, dat is de reden waarom we actief zijn gaan zoeken naar zoiets. Ik vind het geweldig. Yes. Nisha, hartelijk bedankt. Jouw platform is Young Engineer Suriname, neem ik aan. Yes, Young Engineers Paramaribo, Suriname. Paramaribo, Suriname. Oké. Dus dan weten we je te vinden. Tegenwoordig is dat zo makkelijk, hè, met social media. Yes, gewoon in Google search intype Young Engineers Paramaribo en je vindt onze website en onze Facebook page gelijk. Ja, en jullie locatie is het La La Roque gebouw, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dat is het La La Roque gebouw, in gebouw 2 zitten wij. Goed, prima. Heel erg veel succes en natuurlijk have fun, maar het straalt van je af, dat hoef je niet toe te wensen, dat komt automatisch. Yes, thank you. We hebben echt enorm heel veel plezier. En inderdaad, we hopen dat we alle kindertjes bij ons kunnen krijgen voor de workshops. En we zijn bezig om leuke samenwerkingen ook aan te gaan, zodat we veel meer kinderen kunnen bereiken. Dat is mooi. Yes. Fantastisch. Dankjewel en succes ermee, Nisha. Thank you, Odette. Is goed. Bye. Yes. What we need is a little Q-time. Dat is het gesprek met Nisha Suka van Young Engineers Paramaribo Suriname. Zij is bezig met kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 11 jaar oud om ze het STEM-programma spelenderwijs door te geven. En STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Math. Zoek ze op social media. Ze zijn heel erg goed bezig met kinderen om techniek inzichtelijker te maken en op die manier de engineers van de toekomst te beginnen te kweken op dit moment via het Young Engineers programma. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.